demonstrerende vakbonden dienen president petitie aan. Kommewijnen presenteert begroting 2017. En interim president Brazilië zet in op herstel geloofwaardigheid politiek. Goedenavond, het is vrijdag 13 mei en dit is het STVS Journaal. De bonden verenigd in Ravaxuur hebben vandaag een petitie aangeboden aan president Desiree Bouterse, waarbij gevraagd is naar onmiddellijke terugdraaiing van het verhoogde stroomtarief dat per 1 mei 2016 is ingevoerd. Eugène van der Sand, directeur van het kabinet van de president, nam namens de president de petitie in ontvangst. De voorzitters zijn al ready om jullie toe te spreken. De groep heeft zich omstreeks 10 uur vanmorgen verzameld bij het Kerkplein. Verschillende vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, landbouwers, leerkrachten en ambtenaren gaven gehoor aan de oproep van de vakbeweging om te protesteren tegen het verhoogde stroomtarief en ook tegen het deal met het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Zeg nee tegen IMF, nee tegen het stroomtarief en nee tegen de verhogingen van de prijzen van de basisgoederen in de winkels, waren enkele van de leuzen waarmee er gelopen werd naar het kabinet van de president. Het publiek liet haar ontevredenheid over de maatregelen duidelijk merken. Wat over die verhogingen die ons te wachten staan. En niet alleen die verhogingen, ook over andere zaken. En als er is opgeroepen dat wij tegen al deze dingen moeten protesteren, dan kunnen wij niet thuis zitten. Dan moet je meedoen. Stel je voor. Koers is gestegen, dus devaluatie. Ten tweede, winkelprijzen zijn omhoog. Ik ga niet eens naar de stroomverhoging. Dat is al genoeg voor mij om hier te staan. Mino konja futak president Bouterse Muskwe. Ik ben de laatste die dat zal doen. Want dat ding zoeken de mensen reizen. Ze moeten het zelf opruimen. Die troep waarvoor ze gezocht hebben naar Dembe want een troep. Dat ding moest ruim de troep op. Maar natuurlijk, de stranaman, de zoeken troep, de zoeken mensen reizen. Dus hoe allemaal een viering. Niet meer uit met je geld. Dus dat die tarieven omhoog moesten gaan, zeg ik ja. EBS was te laag, maar dat het zo drastisch gebeurt, vind ik een beetje moordend. Ik ben hier omdat ik geen brood op tafel kan zetten voor mijn kinderen, geen eten. We voelen het ook, we zijn leerkrachten, maar we voelen het ook. Voelt u, wat moet gebeuren? Waarover heeft u het? Verandering. EBS verhoging terugdraaien. De prijzen in de winkels. We kunnen dat niet meer betalen, schat. Als ik niet gezond ben, als ik geen geld heb, kan ik geen les geven. En kijk mijn kleren, kijk mijn schoen. Met één uitgangstas ga ik aan het werk. En hoe kan je vieren, mijn herrisje, mevrouw? Vooral met die verhoging van die stroomtarieven. Die moeten helemaal terug. Ik voel het in mijn zaak. Ik heb zoveel geld, maar ik kan niet kopen wat ik meer wil kopen. Zoveel geld? Ja. Ik werk hard, ik verdien goed, maar nu kan ik dat ook niet meer zeggen. De verschillende voorzitters van de vakbeweging voerden het woord en merkten op dat dit het eerste signaal is vanuit de vakbeweging naar de regering toe als de tarieven niet worden teruggedraaid. Vakbondsleiders gaven ook aan dat het deal met het IMF niet duidelijk is. De Astrea begin no. Make the sabi dat Astrea begin no. A president voor een contradictie. En respecteer de recommand. En hij respecteert de Rokoma. En waarom hij respecteert de man? Hij vindt dat hij een EBS-tarief houdt aan. En hij heeft een fatsoen voor de man aan de actie dat contact over de toren en samen naar de Rokoma te besluiten. Het resultaat en de reactie daarop, daar zitten we natuurlijk op te wachten. Ja, maar in ieder geval, de manier zoals de actie verlopen is. De wijze waarop de mensen zijn opgekomen, de disciplinaire wijze waar de mensen zich op hebben, waarop de mensen zich hebben gedragen, ja, daar zijn we dus heel content mee. Ja. Het is in feite het begin van een fundamentele strijd die we bezig te voeren zijn. Ja. Een strijd tegen verarming, ja. Een strijd tegen in feite een neergaande economie, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet sec om EBS-tarieven en dat soort dingen. EBS, zeg ik al, is geen eiland. Van der Sand zegt inhoudelijk niet te kunnen ingaan op de petitie, maar ervoor te zorgen dat die in handen komt van het staatshoofd. Voordat de petitie aangenomen werd, werd die voorgelezen door een bestuurslid van de Bond van Leraren.
tariefsverhogingen hebben steeds directe en indirecte gevolgen voor de werkers en voor de burgers. De tariefsaanpassingen hebben negatieve gevolgen op de werkgelegenheid en hebben reeds talrijke bedrijven gedwongen om hun deuren te sluiten, met het gevolg dat velen hun baan reeds hebben verloren of in vrees leven deze te zullen verliezen. Mede door de grootscheepse monetaire financiering in september 2015 manifest werd er door de devaluatie van de SRD op 18 november 2015, die later tot en met de dag van vandaag geleid heeft tot onstabiele wisselkoersen in de koopkracht van de werkers en van de burgers naar onacceptabele niveaus afgenomen. En daarom eisen we dat 1. De per 1 mei geïntroduceerde tariefsverhoging van elektriciteit direct wordt teruggedraaid. 2. De receptuur van het IMF resoluut wordt afgewezen. Omdat deze kwestie op het hoogste niveau wordt behandeld. U weet ook dat dat zo is. Dus het enige wat ik kan zeggen is dat ik het zal overhandigen aan de president. En ik wens u verder veel succes. De vakbeweging zal maandag weer met president Desiree Bouterse aan tafel zitten om te praten over de maatregelen. De conceptdistrictsbegroting 2017 wordt morgen tijdens een hoorzitting in het district Kommerwijnen gepresenteerd aan de samenleving. Burgers van Kommerwijnen en andere belangstellenden hebben geruime tijd de gelegenheid tot inzage gehad op verschillende locaties in het district. De hoorzitting van aanstaande zaterdag wordt gehouden om de pijnpunten van de samenleving aan te horen en die aan de conceptbegroting toe te voegen. Burgervader van Kommerwijnen, Remy Polak, hierover. Dus we nagaan, het gaat om al die 17 ministeries, het conceptbegroting. De meeste problemen die men heeft, die men wil, dan gaat het om de nutsvoorzieningen. Nutsvoorzieningen, het ophalen van trends, het verhogen van dijken. Dat zijn de belangrijke zaken die ik vind dat daar moet gebeuren, omdat je dan daarmee de gemeenschap beschermt. Kijk, je hebt de hoorzittingen gehouden in de resorten en niet iedereen was in de gelegenheid. Toch? De hoorzittingen worden bijzonder slecht bezocht. Toch? En we moeten gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Dus de mensen, voor we gaan indienen, krijgen de mensen nu de gelegenheid misschien dat ze nog iets willen toevoegen. Dus het is al ter inzage gelegd en zaterdag hebben we aan de hoorzitting en misschien dat er aanvullingen komen en dan kunnen we het erbij zetten en dan is onze begroting helemaal rond. Polak gaat in op de gerealiseerde zaken in het district. Er zijn zoveel dingen die merkbaar zijn. Er zijn de reguliere dingen die er zijn. We kunnen praten over de begraafplaats die er zijn, de wegen die gemaakt zijn. Dat zijn opmerkelijke dingen die we hebben gedaan. Dat zijn meestal de reguliere dingen. We zijn nog bezig met andere zaken. Maar om te zeggen dat dit belangrijk is, alles is belangrijk. Alles is belangrijk. Die we moeten doen en je reguliere taken, die geef je aan wat er moet gebeuren. Na de hoorzitting zal binnen niet al te lange tijd het concept verheven worden tot een districtsbegroting. Stichting In de Ruimte heeft het 35 jaar kunnen bewerkstelligen om mensen met een beperking een helpende hand te bieden. Vandaag viert de stichting haar jaardag. De stichting houdt zich bezig met de verzorging van kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking en dat eenmaal 24 uur. Sila Wong Swisan, voorzitter stichtingsbestuur In de Ruimte, over de geschiedenis van dit tehuis. Ik ben nu al ruim 22 jaar verbonden aan de Stichting In de Ruimte. En het begon met zuster Jenny Muller, die hier in Suriname aankwam als verpleegkundige vanuit de Zeisterzending. En ze heeft 5 jaren lang in het binnenland gewerkt. En toen haar contract voorbij was, toen heeft zij dan besloten om niet terug te keren naar Nederland, haar geboorteland, maar om iets anders te gaan doen. En ze is er ook voor gaan bidden en toen kwam bij haar in haar hart op om iets te gaan doen voor de lichamelijke gehandicapten. En op eigen initiatief is ze toen begonnen met de opvang van een aantal gehandicapten. Het begon met 1
jongeman Chris Soekhaai. De huidige directeur is Hanneke Tank. Op het terrein van het tehuis staat de Jenny Muller Basisschool. Er wordt speciaal onderwijs gegeven aan de kinderen van het tehuis en kinderen met een lichamelijke beperking van de buurt. Nandine Singh, bewoner, over haar ervaring in het tehuis. Nou, ik vind het echt als een zegen van de Heer, want ik ben al vanaf dat ik 2 jaar was, ben ik bij In de Ruimte betrokken, dat ik ook al hier ook woon. En ik ben hier echt opgegroeid vanaf mijn tweede jaar. En ik vind het echt als een zegen van de Heer dat ik ook echt hier ben, dat ik ook echt zelf zie dat ik ook hier echt een toekomst heb. En ja. Wat is eigenlijk het meest leukste wat je hebt meegemaakt? Nou, het meest leukste is dus eigenlijk het feest van In de Ruimte, dat het al 35 jaar bestaat. En ja, we hebben ook dus morgen een benefitconcert en daar kijk ik ook heel erg naar uit. Stichting In de Ruimte herbergt meer dan 20 mensen en de oudste bewoner is 55 jaar. Vandaag wordt er in het kader van de jaardag een filmavond gehouden voor de bewoners en morgen een benefietconcert. En jongeren werden vanochtend op een educatieve manier geïnformeerd over de inrichting van de Nationale Assemblée. Dit in het kader van de launch van de DNA-box. Dit project, geïnitieerd door de DNA en uitgevoerd door de Backlot, is bedoeld om leerlingen op VOJ en VOS niveau door middel van spelletjes in contact te brengen met het werk van een parlementariër. Jennifer Geerling-Simons, DNA-voorzitter, deed de officiële opening vandaag in het parlement. Melvin Bouva, ondervoorzitter, geeft aan waarom er gekozen is voor deze doelgroep. Ze zeggen begin natuurlijk jong, want juist daar kun je echt veel meer inpompen en veel meer uithalen ook. Dus ik denk dat het goed is geweest om te kiezen voor deze doelgroep. Het zijn jonge Surinamers. Ik heb een klein beetje met ze kunnen meespelen en ik sta versteld van wat ze allemaal al weten. Dat betekent dat je alleen maar nog meer kan stimuleren en ze alleen maar nog meer kennis kan bijbrengen. Geertruida Loseng, hoofdvoorlichter bij de Nationale Assemblée, geeft aan hoe men op het idee kwam dit project te starten. Namelijk, het doel van onze DNA-box is eigenlijk een box met 3 verschillende spelletjes. Waarbij we leerlingen vanaf de lagere school, 5e en de 6e klas, tot MULO-scholen, willen bekendmaken met het werk van het parlement, waarmee parlementariërs zich bezighouden. Het is namelijk zo dat ze alleen een deel van de vergadering tijdens de openbare vergaderingen zien in het nieuws, maar dat is niet alleen het werk van de Nationale Assemblée. Ze zijn ook bezig met huishoudelijke vergaderingen en we vinden dat een kinderen, want zij zijn een deel van de gemeenschap, vanaf jongs al af moeten weten wat er allemaal gedaan wordt in de Nationale Assemblée. Nou, de Backlot heeft het project ontwikkeld, natuurlijk in opdracht van de Nationale Assemblée. En wij zijn degene dan die het uitvoeren. We gaan naar scholen, zowel in het binnenland als in Paramaribo. En daar worden dan de spelletjes uitgevoerd. En aan het eind van de dag, wanneer we klaar zijn met de spelletjes, worden de spelletjes dan achtergelaten op de scholen in computers, zij die een computer hebben. Na de introductie mochten de leerlingen van de verschillende scholen samen met de voorzitter en de ondervoorzitter de spelletjes uitproberen, die overigens educatief en informatief van aard zijn. Enkele leerlingen geven hun mening over dit project. Het is echt leerrijk, je kan iets eruit leren. Je weet meer, je kan meer dingen leren hoe ze hier bezig zijn in de DNA. Ik vond het heel leuk, vooral hoe ik heb gewonnen. Dus ja, het was perfect, prima, leuk. Wat heb je ervan overgehouden? Want ik neem aan dat er algemene vragen waren waarmee jullie eigenlijk geconfronteerd waren. Wat heb je er allemaal van overgehouden? Wel, van
van, je hebt geleerd over de districten, parlement, ministeries, ja. En bij dit spel leer je ook manieren. Het is de bedoeling om na de introductie meer scholen bij te betrekken. En dit was het journaal. Een heel fijn weekend. Tot de volgende keer.